De bijdrage die vrouwelijke producenten vanuit het rurale gebied leveren aan de nationale economie van Suriname moet nu erkend worden. Met deze woorden opende Tanya Liwasu, president van de Suriname Network of Rural Women Producers, Sonrop en de eigenaar van agrocoöperatie Wiuma Fusranang een vrouwenconferentie. Deze conferentie is gehouden in het gebouw van de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, ICA, aan de Letitia Friesdelaan. Het doel is vrouwelijke producenten van het ruraal gebied onderling te doen netwerken ter bevordering van hun eigen productie. Minister John de Goeie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vindt dat vrouwen de dragers van ontwikkeling zijn, maar de overheid zal daarbij voor de nodige tools en afzet moeten zorgen, zegt ze. Omdat in een grond tapoe zou je niet te doen, dat het een moeilijk zijn die omansma te participeren actief in een economische omstandigheid, in een economische verandering. Vanuit het beleid, dan we erkennen de regering dat als je een jaar verandering in ontwikkeling, dat je hebt investeert in Umasma. Omdat na Umasma na drager voor ontwikkeling. Je investeert in Umasma van wie een rol zal hebben in de maatschappij, een rol zal gaan. Dat je hebt overtuiging in de regering dat investering in een goede fase. Minister, ik wil zeggen dat Umasma bij Oppo in een samenleving is, mevrouw Louise Wandel. En in een creatieve uiting abetaki, tak pedi dibri e gotak asi. Na drape umasma e wakana ede. First Lady Ingrid Boudersen-Waldering legt de nadruk op de afzet van producten. Ze hoopte daarom dat de LVV-minister aanwezig zou zijn op de conferentie. Want zonder afzetmogelijkheid zijn de producenten niet geholpen. En dat is volgens mevrouw Boutersen het grootste probleem. We kennen allen hier de grote problemen van vrouwen in Suriname als het gaat om hun positie in de samenleving. En natuurlijk, we zijn vooruit gegaan, maar we zijn er nog niet. Ik ben blij dat deze regering heeft begrepen dat we nog meer vrouwen op belangrijke posten moeten zetten. Omdat we weten dat de vrouwen naar de jaja oma. First Lady Ingrid Boutersen vandaag tijdens de opening van de vrouwenconferentie van de ICA met het thema erkenning van de bijdrage die vrouwelijke producenten uit het ruraal gebied leveren aan de nationale economie. Op deze bijeenkomst hadden deze vrouwelijke producenten onder andere de mogelijkheid onderling te netwerken.